Ik ben hier op Schiphol waar een persconferentie was van KPN samen met Schiphol over wat je met LoRa kunt doen. Het was helemaal vol en ik ga eventjes proberen of ik kan kijken de techniek erachter, maar ook het gebruik. En ik begin met het havenbedrijf Rotterdam. Erwin Rademaker is van het havenbedrijf Rotterdam en hij doet al iets met LoRa, het netwerk van de Internet of Things, waar je zeg maar precies kunt zien hoe het met allerlei sensoren gaat, temperatuur, waar ze zijn, of ze trillen, etc. Wat hebben jullie voor testen gedaan, Erwin? We hebben een aantal dieptemeters, dus die meten de waterstand, hebben we uitgerust met sensoren die via het LoRa-netwerk communiceren. Onder water? Kan LoRa ook onder water werken? Nee, deze staan gewoon boven water. Oh. En die hangen aan kadermuren of die staan in het water, aan palen. En die meten de waterstand. En die sturen dan en dat is inderdaad een heel kort bericht, sturen ze door naar ons datacentrum of onze applicaties. Ja, worden de prijzen voor 4 euro, vanaf 4 euro per jaar kun je zo'n sensor uitlezen en dan secure dat die bij jullie dat spul eraan komt. En die sensoren ook, worden ook steeds goedkoper. Hoe is het bevallen, die proef? Het is echt een proef, echt een mini-pilot geweest. Doet hij het? Ja, hij deed het ook nog. Ja, zo waar, ja. Wat bij ons heel erg naar voren kwam, was de snelheid waarmee eigenlijk je bestaande sensorennetwerk kan uitbreiden. Die bestaande sensoren die hangen via bekabeling. Er zit gewoon een kabel. Power en zo. En deze kunnen gewoon zeg maar een paar jaar op 2 batterijtjes werken. Ja, twee batterijtjes, maar ook op partijen waar, of op plaatsen waar heel slecht bereik is, omdat daar schepen voorbij varen. Ja. Dus, werkt het ook goed? Ja, dat LoRa-netwerk is veel beter dekkend dan de bestaande. Nou, havenbedrijf Rotterdam is begonnen en de eerste test die werken dus goed. Nog even een vraagje, waar kun je LoRa nou eigenlijk voor gebruiken, behalve gewoon watersensoren? Maar wat hebben jullie nou in de haven wat getrekt en getraced moet worden of wat gewoon bijgehouden moet worden? Nou, dingen die soms wel eens kwijtraken. Bijvoorbeeld de duwbak is een duwbak. Van die hele grote bakken die die weten niet meer mensen waar ze zijn. Nou ja, soms worden ze op plekken neergezet neergelegd. Maar heftrucks en kranen en containers en allemaal dat soort zaken. Ja, voor klanten kan dat zeker een ding. Dat zijn niet onze assets, zeg maar. Maar je klanten die... Inderdaad, dus als die willen weten waar dingen zijn en zeker als die geopositie... Zometeen ook wordt geïmplementeerd. 30 meter geloof ik, hè? Dat je binnen 30 meter kan weten waar die is. En zelfs bij gebouwen ook werkt het. Ja, nou ja, goed. Dus zo'n duwbak, die zie je op 30 meter wel liggen, dacht ik toch? Ja. Jacob Groot is degene die eigenlijk dit netwerk heeft aangelegd, samen met een heleboel mensen. Maar vandaag is een grote dag. Wat is er vandaag gebeurd? We hebben vandaag heel veel mensen even bijgesproken over de laatste ontwikkelingen. En aangekondigd dat wij de hele Randstad op dit moment van LoRa hebben voorzien. Nou, jongens, jullie kunnen nu allemaal LoRa'en. Dat betekent tracken en tracen met low power, long range. En dat het eigenlijk voor, ik hoorde van vanaf 4 euro. Oké, even, wat kan LoRa nou eigenlijk doen? Hoeveel data kan LoRa nou eigenlijk geven? Van hoe groot is dat? Nou, wij denken zelf dat een LoRa-connectie een paar megabyte per jaar aan data verstuurt. Maar dat is ook helemaal niet erg, want het gaat heel nadrukkelijk over... Een beetje sms-achtige berichtjes. Ja, een kleine sms-achtige berichtjes. Temperatuur, ik ben aan, ik ben uit, ik sta te trillen en dat soort zaken. Exact, mijn accu is bijna leeg. Je moet even langskomen om een nieuwe accu in de lamp van Schiphol te zetten. Binnen een paar dagen heb ik onderhoud nodig, want anders hou ik hem mee op. Dat soort kleine berichtjes, oké. Ja, dat soort kleine berichten. Hey, hoe ver werkt dat nou eigenlijk? Het werkt nu in de Randstad. Werkt het ook in gebouwen? Hoe diep gaat dat? Nou, de band die wij gebruiken is eigenlijk vergelijkbaar met een 2G-band. En dat betekent dat het bereik indoor echt heel groot is. Waar we nu wel voor gaan is zorgen dat we outdoor alles helemaal goed hebben. En dat zal betekenen dat er sommige plekjes indoor niet helemaal goed zijn nog. Maar die vullen we later in op het moment dat we weten waar of dat precies is. Dus we gaan daarna nog verder. Ja. Nou, tweewegverkeer is dus mogelijk, zeg maar, voor een vaste prijs per jaar. Maar eigenlijk voor vanaf 4 euro per device werd genoemd. En je kunt ook nog gewoon weten waar die is. Hè? Jullie kunnen ook nog gewoon berekenen waar dat ding uithangt. Dus voor tracking en tracing is die ook geschikt. Hoe dichtbij kun jij ongeveer inschatten? Berekeningen zover als het nu gaat is tussen de 10 en de 35 meter. Dat we kunnen bepalen waar de device zich bevindt.
Dus op het moment dat jij een container kwijt bent of zo, dan zit je echt wel heel erg dicht in de buurt om die container te kunnen vinden. Ja. Het is niet kranen of de NS die is rijtuigen kwijt. Vliegtuig is gewoon Schiphol is vliegtuigen kwijt en ook van die hele grote wagentjes die vliegtuigen zeg maar duwen. Mensen het Rotterdam die was gewoon duwboten kwijt. Echt gewoon mensen raken veel kwijt en dat is natuurlijk een hele goedkope tracking en tracing manier. Absoluut. Containers in de Rotterdamse haven hebben al een paar testen mee gedaan. En ik had altijd het idee dat er een container raak je niet kwijt. Dat is zo groot. Maar in Rotterdam, als er 25.000 in één keer binnenkomen, kun je er wel degelijk ook één kwijtraken. En daar helpt dit enorm bij. Het gebeurt veel meer dan we eigenlijk hadden gedacht. Oké, dus ook indoor tracking. Hoeveel verkeer kun je aan? Hoeveel devices kunnen hiermee zeg maar doorgeven? Nou, wij schatten in als we helemaal klaar zijn met het netwerk, dat we dan de 20 miljoen devices zeg maar wel aan kunnen. Maar ook dat moeten we in de loop van de tijd een klein beetje bijhouden. Gaat het goed als ze meer gaan uitzenden enzovoorts. Nou, dan kan het best zijn dat we wat masten erbij moeten zetten. Maar voorlopig gaan wij uit van 20 miljoen. Maar als je 100 miljoen moet doen, dan ga je nog een beetje rekenen en werken. Dan kan het ook. Vincent, jij weet dat ik 4G uitgerold heb in 15 maanden. Dat was ook op een gegeven moment even hard doorwerken en meer doen dan dat je origineel gepland had. Dat gaan we hier ook doen. Laura staat op de bestaande palen, hè? Ja, absoluut. Helemaal op de bestaande zendmasten die we hebben. Waarbij we een heleboel van de infrastructuur opnieuw kunnen gebruiken. En ook de betrouwbaarheid kunnen garanderen. Ja, heel mooi. Dan er komt straks ook een officiële, zeg maar, LoRa achteraan. De LTE-versie van Low Power Long Range. Waarom zijn jullie nu met LoRa begonnen als er al een officiële telecomversie aankomt? Die je al lekker in je eigen netwerk kan integreren. Het interessante is, toen wij begonnen met LoRa was er nog niet eens sprake van Narrowband IoT. Dat is pas gekomen op het moment dat de grote leveranciers, Huawei, Ericsson, et cetera, erachter kwamen van er ontstaat tractie op iets wat gewoon vrij... Internet of Things hadden ze nog niet zo bedacht. Nou, dat hebben ze vast wel bedacht, maar op een andere manier. Maar als er dan ineens tractie komt van een groep mensen die met LoRa bezig is enzovoort. En wij er ook mee aan de slag gingen, toen gebeurde er ineens wat. Dus het komt later. Absoluut. En je hebt ook een heel ecosysteem nodig. En je moet ook een behoorlijk wat aanpassingen in je netwerk nog maken om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Is in ieder geval onze inschatting. En als je hier zo rondkijkt, dan zie je dat het hele ecosysteem van LoRa, dat is er. Er zijn chipsets, er zijn applicaties, er zijn netwerken beschikbaar. En dus de vraag is nu, en moet je ook nu zorgen dat je hem invult? Ja, oké. Dus in ieder geval, je bent gewoon veel sneller. Zijn jullie de eerste telecom operator in Europa die dit gewoon landelijk dekkend aanbiedt? Wij denken dat wij in de top 3 van de operators zitten die het landelijk aan... Wereldwijd, maar in Europa? Ja, in Europa, weet je, Orange is heel hard bezig, Proximus is heel hard bezig. Maar ik denk dat zij niet gaan voor de landelijke dekking. Dat zij alleen maar de grote steden eruit halen. En wij gaan echt, net zoals we met 4G gedaan hebben, landelijke dekking. Zodat iedereen er altijd van gebruik van kan maken. Is het ook een veel goedkoper netwerk dan al die andere, zeg maar, dan netwerken die geschikt zijn voor spraak of gewoon voor hoge bandbreedte? Nou, de investeringen die we hiervoor moeten doen, ook omdat we van de bestaande infrastructuur gebruik kunnen maken, is echt vele malen minder dan wat wij voor een LTE-netwerk... Daarom kan het ook voor zo'n klein bedrag. Ja, maar dat moet ook voor zo'n klein bedrag, want anders zijn de toepassingen niet meer... Wanneer ben je klaar met je hele netwerk voor heel Nederland, elke hoek en gaat en elke rivier en elk slootje? Jij weet dat... Landelijk. Eind Q2, dus op 1 juli hebben wij de landelijke dekking gerealiseerd. Kijk, KPN was even de eerste in Europa met 4G en nu ook even de eerste met LoRa. Ga lekker aan het werk voor 4 euro per device per jaar. Kun je toch gewoon geen buil aanvallen. Alle bedrijven aan het werk om in ieder geval dat slimme tracking en tracing mogelijk te maken. Jasper Snijder is bij KPN verantwoordelijk voor alle nieuw business. Consument, zakelijk, maakt niet uit. Hij doet dat allemaal en vandaag praten we even over LoRa. Wat kost nou het minimumtarief voor zo'n LoRa-sensor? Als die de hele jaar zit te vertellen de temperatuur of die nog onderhoud nodig heeft. Waar begint dat bij? Dat begint bij 4 euro per jaar. Dus een hele lage instap waardoor we echt gewoon de massa kunnen pakken in Nederland. Dus als jij honderden devices hebt voor 4 euro. Als ik dan ook nog plaatsbepaling, want je kunt binnen 30 meter plaatsbepaling. Wat komt er dan bij? 2 euro. Ook gewoon per jaar. En als ik dan heel veel berichten wil sturen, ik wil elke 10 of 20 seconden wil ik iets gaan vertellen. Wat is dan het bedrag ongeveer? Nou, we hebben nu staffels van 4 euro tot en met 12 euro, waar dan plaatsbepaling bovenop komt. Daarmee denken wij tussen de 80 en 90% van de behoefte op dit moment af.
Stel dat klanten echt veel meer willen of wat er niet binnen past, dan gaan we... Maar goed, maar dan heb je echt wel gewoon... van als je een beetje tracking en tracing doet met 6 euro, dan hangt het een beetje vanaf, wil je het 1 keer per dag of 1 keer per uur of 1 keer per minuut. Precies. En dan betaal je iets meer. Maar het zijn in ieder geval hele lage bedragen per jaar. Ja. Waar zie jij op dit ogenblik de belangstelling voor komen? Zijn dat van de mensen die dingen kwijt zijn? Of die dingen onderhoud, die beter onderhoud willen plannen? Of die op een gegeven moment ook gewoon echt sensoren hebben waar ze dingen moeten uitlezen? Op dit moment is de behoefte echt enorm. Hè? Met iedere klant waar je over LoRa en Internet of Things praat en je gaat een uur brainstormen, heb je weer 10 nieuwe toepassingen bedacht. En wat je heel veel ziet is inderdaad plaatsbepaling, dus waar zijn bepaalde spullen? Hè? Zijn die, kunnen we die vinden of niet? En dat, je dan niet op de accu hoeft aan te sluiten, dat je gewoon met batterijtjes, ja, met een paar batterijtjes dat een ding een paar jaar kunt volgen. Ja, maar ook bijvoorbeeld de dijkbewaking, is de kwaliteit van de dijk nog sterk genoeg? We hebben net hier op Schiphol een mooi voorbeeld gezien met een lamp. Is de batterijspanning van een lamp nog voldoende, ja of nee? Ja. En daarmee komt de veiligheid weer van toepassing. Dus we zien allemaal verschillende toepassingen waarvoor je LoRa kunt gebruiken. Dan heb je al lang M2M, zeg maar. Dus ja, je doet alles al via simkaartjes. En dat is ook voor 12 euro kun je daar ook een aardige simkaart mee runnen. Waarom is LoRa dan op dit ogenblik zo interessant? En waardoor scoort het beter dan, op welke terreinen scoort het beter dan M2M? Nou, LoRa is voor ons, wat ons betreft, het missende puzzelstuk om IoT echt werkelijkheid te maken. En het grote voordeel van LoRa is dat je bij machine-to-machine heb je, net als bij je mobiele telefoon, altijd stroom nodig. En je moet een device opladen. Laden en vaste stroom. En bij LoRa kun je gewoon met een simpele penlight tussen de 5 en 15 jaar lang een device connecten. En dat biedt enorm veel nieuwe mogelijkheden. Vooral eigenlijk de batterij. Dus niet zozeer de prijs. Ja. Het is vooral eigenlijk geen batterij nodig. En is de apparatuur ook goedkoper? Het is veel goedkoper. Omdat je op een lage frequentieband zit, kun je gewoon de device en de sensoren veel goedkoper maken. Wij zien overigens LoRa niet als competitie voor M2M, maar we zien het echt complementair. Dat het echt elkaar gaat aanvullen en dat het de IoT in gezamenlijkheid groot gaat maken. Ja. Jacob had het erover dat hij nou wel genoeg capaciteit heeft voor 20 miljoen sensoren. Hoe lang duurt het voordat jij die 20 miljoen verkocht hebt? Nou, we zijn, dat is een goede vraag. Maar leuke vraag. Kun je even 3 seconden over nadenken, maar wordt dat 1, 2 of 3 jaar? Nou, we hebben in november aangekondigd dat we live zouden gaan. We hebben nu al meer dan 1 miljoen devices gecontracteerd. Dus die moeten nog uitgerold worden, maar al gecontracteerd. Okay. Dat is een mooi begin. Dus dat is inderdaad, dus echt, je bent over 3 jaar, over 2 jaar moet Jacob gewoon wat mast erbij en dan moet hij op weg naar de 100 miljoen. Ik hoop dat ik Jacob aardig zenuwachtig ga maken. Oké, dankjewel.